dit is dus de huidige situatie. Ik heb mijn haar bijna nooit vast. Het is echt serieus, is dit één keer in de zoveel tijd. Dat, nou echt gewoon, ik probeer het niet te doen. Ik probeer gewoon niet met mijn haar zo naar buiten te gaan. Ik voel me niet mezelf, ik vind het niet mooi. Dit is echt gewoon als ik gewoon niet de tijd heb om haar vast te, om mijn haar uit te kammen. En dan zal je ook zien waarom ik het nu dus wel in de kont heb. Want het is echt serieus gewoon dramatisch. Het is dus behoorlijk heftig. Zullen jullie laten zien? Oké. Ik denk iedereen die krullen heeft, die weet wel dat je, als je je haar in een knot hebt gehad of strak naar achter hebt gehad, dat dat geen succes is. Dit is nu wat mijn haar is. Het zit heel erg in de klit, kan je hier achter ook zien. Ja, dit is niet best. Hier ook. Ik krijg heel veel vragen omdat ik dus een keer in een video heb laten zien dat ik mijn haar met dreft was. Dat doe ik nog steeds één keer in de maand of één keer in de twee maanden. Maar daartussen was ik het dus niet met een shampoo. Dan was ik het eigenlijk gewoon alleen met dit masker. Dit, ik kan hier gewoon niet over uit. Het is het allerbeste masker dat ik ooit heb gebruikt. Je zou bijna denken dat ik ambassadeur ben van dit masker. Omdat ik het iedereen die mij vraagt, raad ik dit aan. Ik zal een link hieronder in de beschrijving zetten. Waar je dit kan kopen. Het is echt het allerbeste masker ooit. Voor mijn haar, voor Celina's haar. Ik gebruik het gewoon voor ons beiden. Hij kost, ja, het ligt er een beetje aan waar je hem koopt. Tussen de 15 en 20 euro. Het ruikt super lekker. Het is een soort dikke crème. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga nu mijn haar met lauw water wassen hiermee en uitkammen in de douche. Dat doe ik jullie niet aan, want dat duurt gewoon heel lang. Helemaal hoe het nu is. Dus dat ga ik nu doen. En dan kom ik met nat haar kom ik terug bij jullie. En dan ga ik laten zien wat mijn haarroutine is. A few moments later. Ik heb mijn haar gewassen net. Dat heb ik met twee borstels gedaan. Als allereerste, ik maak mijn haar nat. En dan zorg ik dat ik masker goed verdeel over mijn haar. En ik doe eigenlijk met mijn vingers, probeer ik mijn haar al uit te kammen, zeg maar. Dus op een gegeven moment dan is mijn haar al best wel uitgekamd. En dan als het allerlaatste ga ik met twee borstels. Voor de bovenkant gebruik ik deze. Ga ik tot hier, stopt het ongeveer. En dan de onderkant voor, hou ik dan alleen de onderkant hou ik dan alleen de klit. En dat doe ik met deze, een wat stevige. Als je goed kijkt, is door deze methode, dit is het enige haar wat dan nu van mijn hoofd is gegaan. Dus probeer eerst met je handen goed je haar uit te kammen. Dus met je handen door je haar te gaan. Zeg maar zo te doen. En dan met een wat zachtere borstel ga ik er rustig overheen. En dan als laatste echt de onderkant met deze borstel. Dan heb ik het minste haaruitval. Ik heb me nu even opgemaakt. Maar normaal doe ik eerst mijn haar en maak ik me daarna op. Het allerbelangrijkste bij mij is dat mijn haar heel nat is als ik mijn haarproducten erin doe. Zoals jullie kunnen zien begint mijn haar al een beetje te drogen. Dus ik heb deze. Heet volgens mij mistspray of ik weet niet of het echt een bepaalde naam heeft. Maar het water. Even kijken. Oh shit. Het komt echt als mist eruit en dat is top. Dus als het dus weer een beetje droog aan het worden is. Kijk. Perfect. Ik zal ervan de link onder in de beschrijving zetten.
Het is echt een super handig ding. Ook als je zeg maar je haar hebt gedaan en de tweede dag moet je geen haarproducten doen. Maar als het een klein beetje pluis, ook een klein beetje van die spray en dan is het ook gewoon goed. Dan pak ik mijn leave-in. Ik gebruik deze. Dit is Kinky Curly Not Today. En deze gebruik ik al super lang voor mij en Celine. Eerst doe ik altijd even over mijn hele haar een beetje. Gewoon zo. Gewoon om alvast wat product in je haar te hebben. Oké, dan ga ik beginnen met verschillende stukken van mijn haar. Hoe kleiner stuk je pakt, hoe gedefinieerder je krullen zullen zijn. Ik ga weer met deze beginnen en dan ga ik jullie laten zien hoe ik het doe. Dan ga ik met de Denman Brush door mijn haar heen. Het is dus nu heel nat met het product erin. Als je ziet doet de Denman dus je haar helemaal splitten. Dan om het alvast allemaal een beetje droog te maken gebruik ik, hoe noem je dit? Het is zo'n vezeldoekje, kan je gewoon bij de Action halen of wat dan ook. En daar gaat je haar dus niet van pluizen. Omdat het zo zeiknat is nu natuurlijk. En dit doe ik dus voor mijn hele haar, pluk voor pluk. Zo zie je dus heel goed het verschil tussen haar wat wel gedaan is en haar wat niet gedaan is. Ik ga even off-camera de laatste stukjes van mijn haar doen en dan zie ik jullie zo weer. Ik ben eindelijk klaar, zo ziet mijn haar eruit. Dit kost me ongeveer een half uur. Het is even wat. Het komt omdat je niet te grote plukken moet nemen. Want als je te grote plukken neemt, dan krijg je alsnog heel veel pluis. Het allerbeste zou nu zijn om het gewoon in de lucht te laten opdrogen. Dat zou het beste zijn. Dat je het gewoon nu laat opdrogen. Ja, maar het regent buiten. Het is heel vochtig in de winter. Daarom doe ik dat in de winter niet. In de winter föhn ik mijn haar dus droog. En dat doe ik met de Dyson Föhn. En dan dit opzetstuk. De föhn is echt, echt duur. Doet je pijn. Het is veel geld voor een föhn. Maar hij werkt echt super goed. Binnen ongeveer 8 tot 10 minuten is mijn hele haar helemaal droog. En ik heb daar gewoon zo ontzettend veel baat bij. Zeker in de winter. Als ik dan niet met nat haar naar buiten wil. Ik gebruik het ook voor Celine. Haar haar is langer natuurlijk. Dus daar ben ik wel iets langer mee bezig. Maar hij heeft... Ja, je krijgt gewoon bijna helemaal geen pluis door deze föhn. Dus dat is top. Dus ik ga dat eventjes nu aan jullie laten zien. En dan...
laten zien hoe ik mijn haar föhn. Zo, dit is hoe mijn haar er nu uitziet. Omdat het dus nu winter is, wil ik altijd dat mijn haar net even wat extra's krijgt. Dus gebruik ik een klein beetje olie. Moet je overigens nooit op je, beetje voor mijn punten, moet je nooit op natte haar doen olie. Want dan trekt het helemaal niet in je haar. Zo, een klein beetje bij mijn punten. Ik voel dat het hieronder nog een beetje nat is. Maar dat is niet erg. Het laatste stukje laat ik altijd wel gewoon een beetje opdrogen. Dan gebruik ik als laatste om het klein beetje pluizig wat ik nog heb. En hier is mijn haar altijd best wel wat kroezer. Gebruik ik Eco Gel. En deze gebruik ik om klaar dat laatste beetje weg te halen.